Ik heb het studieboek The Dynamics of Persuasion meegenomen. Dat was een vak persuasieve communicatie van Mario Pandelaar dat mij enorm geboeid heeft. En dat is eigenlijk, dat boek is altijd in mijn boekenkast blijven staan. Ik heb daar geregeld een keer terug in gebladerd. Ja, gewoon eigenlijk omdat ik echt wel geboeid ben door, ja, ook in het dagelijkse leven, hoe dat we met communicatie impact kunnen maken, mensen kunnen overtuigen van bepaalde zaken. Soms ten goede, soms ten slechte natuurlijk, maar dat boeit mij wel. Ook framing, het overtuigen van mensen met sterke boodschappen, dat is iets wat mij echt absoluut altijd geboeid heeft. Ja, in het laatste middelbaar moesten wij een brief schrijven naar onze toekomstige zelf. Allee, eigenlijk vanuit onze toekomstige zelf. En daarin moesten we vertellen hoe ons leven er op dat moment uitzag. Nu, ik las die brief overlaatst terug. Die werd ook opgestuurd door onze leerkracht jaren later. En daarin stond blijkbaar dat ik een communicatiebureau of een reclamebureau had opgericht. En nu, dat is niet echt, niet volledig uitgekomen natuurlijk, hetgeen dat daarin stond. Maar het is wel de sector waar ik me nu in bevind. Na mijn studies ben ik eigenlijk vrij snel in de bedrijfswereld terechtgekomen, waar ik altijd communicatie- en marketingfuncties gedaan heb. En het is nog maar vrij recent dat ik de overstap heb gemaakt naar de andere kant eigenlijk, dat ik nu echt binnen een communicatiebureau werk. En ik vind dat eigenlijk wel interessant, omdat ik nu beide zijden ken. Omdat ik ook heel goed kan begrijpen wat dat klanten verwachten van een communicatiebureau. En aan de andere kant natuurlijk dat er ook wel heel wat overlap is. Dus dat is heel aanvullend voor mij. Ja, ik werk nu bij Bonka Circus, dat is een communicatiebureau, maar met een hele specifieke focus. Wij maken eigenlijk purpose-driven communicatie, wat dat inhoudt dat wij bedrijven en organisaties die maatschappelijke relevantie hebben, dat wij hen gaan versterken met communicatie die impact maakt. Concreet betekent dat in mijn functie dat ik zelf uitreik naar bedrijven waarvan dat wij vinden dat die goed bezig zijn, maatschappelijk gezien dan, en dat die echt wel hun waarde hebben. En ik neem contact met hen op, ga gesprekken aan om te kijken van is daar een match en kunnen wij jullie helpen met onze communicatie, met hetgeen dat wij aanbieden natuurlijk. Hetgeen dat mij echt wel voldoening geeft in mijn job is het moment dat je eigenlijk al een tijdje gesprekken bent aan het hebben en dat er dan uiteindelijk een project uit voortkomt en dat je dan daarna de uitwerking ziet in communicatie. Hetgeen dat mijn creatieve collega's ermee gedaan hebben en ervan gemaakt hebben en ook de impact dat het heeft voor de klant. Dat geeft mij superveel voldoening om te weten dat het uiteindelijk bij mij en bij die eerste gesprekken begonnen is.